Ben ik goed te verstaan? Dat is mooi. Nou, ik ben Willem Valkenburg en ik ben coördinator van het TU Delft Open Education Team. Wij doen allerlei activiteiten op het gebied van open op de TU Delft en dat mag ik aanvoeren. We werden eerst gewoon het Open Courseware Team genoemd, maar sinds vorige week noemen wij het zo. En daarnaast ben ik ook assistent van Anka Mulder als president van het Open Courseware Consortium. Dus ik zie ook veel wat er internationaal gebeurt. En ik ben ook projectleider van een Europees project op het gebied van Open Courseware. En heb ook weer een nieuwe aanvraag gedaan om dat verder uit te breiden. En mijn presentatie komt op SlideShare in ieder geval te staan. En als je vragen hebt, kan ook via Twitter, maar dan kan ik ze nu alleen niet beantwoorden. Waar ga ik het over hebben? Nou, ik wil eerst iets vertellen over TU Delft en wat wij gaan doen met MOOCs. Iets over, algemeen over Learning Analytics, want ik weet niet of iedereen daar even bekend mee is. En dan vervolgens de combinatie van de twee. Dus wat kunnen we daarbij samen doen? DelftX. Wij hebben ons aangesloten bij het edX-platform. En dat hebben wij vorige week bekendgemaakt. En waarom gaan wij dat doen? Nou, de eerste vraag is natuurlijk waarom gaan we MOOCs doen? Wij zijn als TU Delft vrij actief met Open Education. Ik denk dat veel mensen dat wel gezien hebben de afgelopen paar jaar. Wat wij zien is dat de volgende stap op gebied van education, van onderwijs, is toch wel online. Daarin zien wij MOOCs als gewoon een interessante stap om daar een stap verder mee te maken. En dan vooral ook gericht van hoe kunnen we ook ons campusonderwijs daarin verbeteren. Want dat is wel, campusonderwijs zal altijd wel de grootste onderdeel van ons onderwijs blijven. Als we dat in een mooi plaatje zetten, dan krijg je zo'n mooi plaatje. Dus groot campusonderwijs, de kleuren komen niet zo mooi door hier, maar... Volgens mij is het wel duidelijk. Campusonderwijs blijft het belangrijkste onderdeel. En we hebben daarin drie activiteiten die wij op gebied van open en online daarin doen. De ene is dus de MOOCs. Daarnaast Open Courseware en online afstandsonderwijs. Wat wij ook vanaf september gaan aanbieden als TU Delft. Er staan allemaal mooie dingen bij wat de verschillen zijn. Maar daar ga ik nu even niet op in. Waarom edX? Ten eerste omdat het een consortium is van de topuniversiteiten van de wereld. En daar horen wij graag bij als TU Delft. En het mooie is dat ze ons toelieten. We kwamen door de ballotage heen, zullen we zeggen. Ook bij Coursera waren we door de ballotage heen. Maar uiteindelijk, we konden kiezen en hebben dus voor edX gekozen. Omdat dat beter aansloot bij de strategie die we als TU Delft hebben. En dan vooral, de strategie is heel erg gericht op improving campus education. Zo ook MIT en Harvard, die blijven gewoon campusonderwijs, blijft de voornaamste poot van onderwijs. En ze kijken net zoals wij naar van hoe kunnen wij nou met MOOCs, de ervaring die we daar op doen, hoe kunnen we dat nou vertalen zodat het gewone onderwijs daar ook beter van wordt. Belangrijk punt erbij vonden we dat het non-profit is. Not for profit, zoals ze in Amerika zeggen. Wij hebben zelf heel erg invloed op welke richting edX op gaat. Wij zijn gewoon een van de partners. We zitten daar in een board netjes mee. En wij bepalen waar het ook naartoe gaat. En dat is voor ons natuurlijk ook heel interessant. Want we weten, het is een nieuwe beweging. We weten nog niet waar het helemaal precies naartoe gaat. We zitten op de trein nu en wij gaan mede bepalen hoe we gaan. En dat vonden wij wel interessant. Belangrijk is die focus op open. Dus het platform wordt uiteindelijk open source. Het is nog niet zo beschikbaar, maar er wordt wel helemaal rekening mee gehouden. Er staat nu een vacature ook online om daar ook een community manager aan te trekken om dat te gaan coördineren. Dus wij kunnen ook onze onderzoekers, maar ook studenten, kunnen mee gaan ontwikkelen aan het edX-platform als ze willen. Dat is natuurlijk ook wel erg interessant. Natuurlijk open is ook dat het materiaal een open licentie eraan komt. Tot nu toe zeiden ze dat.
Nou, wij hebben nu als TU Delft gezegd, wij zeggen het ook niet, maar wij gaan het ook meteen doen. Dus meteen alle MOOCs die wij gaan produceren, die worden gepubliceerd met de Creative Commons licentie. En dat is ook een beetje om druk te zetten op MIT en Harvard, dat zij dat ook zo stellig gaan doen. En als laatste is ook, er is een focus op het onderzoeken van deze innovatie. Wij krijgen als TU Delft beschikbaar over alle data van onze eigen cursussen, maar ook alle geanonimiseerde data van de andere cursussen. Dus wij kunnen ook gaan vergelijken van hoe doen onze cursussen ten opzichte van andere cursussen van andere instellingen op het edX-platform. En dat is natuurlijk erg interessant. En moet nog zien hoe we dat precies gaan vormgeven, maar ik denk dat we daar wel een PC-onderzoekje op kunnen laten uitvoeren. En dan natuurlijk de doelstelling is, hoe kunnen we daarmee, met die kennis die we daar vergaren, het campusonderwijs verbeteren. Dat is waar we naartoe werken. We beginnen in het najaar. EdX werkt met eigenlijk twee momenten waarop cursussen kunnen beginnen, in het voorjaar en het najaar. En dan bedoelen we het noordelijke halfrond, het voorjaar en het najaar. In september. En dan beginnen wij met twee MOOCs. Beide zijn eigenlijk al beschikbaar als open courseware materiaal. Alleen gaan we het materiaal wel helemaal herzien. Wat Leiden doet met nieuwe video's maken, dat gaan wij net zo hard doen. En we beginnen er met watermanagement, introduction to water treatment en solar energy. En dan in het voorjaar 2014 komt er introduction to aerospace engineering. En een vierde, en daar gaan we een soort prijsvraag onder onze docenten uitschrijven van welke docent heeft het beste idee, beste leukste vak om daarbij te doen. De vakken die we aanbieden komen gewoon overeen met ons campusonderwijs. Dus ze duren 8 tot 10 weken. Dezelfde einddoelen. Dat is denk ik een verschil met Coursera, tussen EdX en Coursera. Dat EdX echt gewoon, het is onderwijs zoals het ook op de campus zou moeten doen. En wij gaan dus ook alles wat wij doen hierin, gaan we ook beschikbaar zetten op open courseware en ook in ons eigen onderwijs gebruiken. Dus daar zitten heel veel verbanden tussen. Dat was heel kort even over de TU Delft en MOOCs. Ik ben nu druk bezig om daar plannen voor te schrijven en dat allemaal op te zetten. Maar ik weet niet of er nu al vragen over zijn voordat ik onderweer doorga naar Learning Analytics. Kan straks natuurlijk ook nog in de panelronde. Dan gaan we door naar Learning Analytics. Wat is dat eigenlijk? Nou, eerst, je hebt jaarlijks het NMC Horizon Report. En de nieuwste versie die zegt, Learning Analytics, het duurt nog 2 tot 3 jaar voordat dat echt wat groot is. En dat echt, ik weet niet hoe ze het ook weer noemen. Productierijp wat voor term, maar en dat is voor mij altijd het idee, dan moet ik er dus nu naar gaan kijken. Want dan kunnen wij over 2, 3 jaar, kunnen wij als TU Delft, kunnen wij daar zeggen, hey, daar doen we echt wat actief mee. SURF zit er ook zo in, er is daar nu ook een programma, loopt er van SURF met Learning Analytics. En dat is ook heel erg om te kijken, wat kunnen we nou mee doen? We weten dat we allerlei data hebben, maar wat kunnen we nou werkelijk mee? Wat komen we in de praktijk allemaal tegen? En gewoon ervaring op doen. Learning Analytics. Het vervelende is dat er allerlei verschillende definities van in omloop zijn. Ik heb hier even twee gewoon van Wikipedia gepakt. Daar staan er al meerdere op en gaan er nog veel meer rond. Wat ik zelf wel een hele... waar het om gaat is dat je... Learning Analytics, met Learning Analytics kan je begrijpen wat er plaatsvindt in een leersituatie. Dat is wat erachter zit. En dus je kan leeractiviteiten tracken, analyseren en zien wat er binnen gebeurt. Het verschil is dat we eigenlijk veel wat wij nu, beslissingen die wij nemen in het onderwijs, veel zijn gebaseerd op bepaalde intuïtie. En het idee met Learning Analytics, hoeven we dat niet op intuïtie te doen, maar kunnen we dat op data. Hebben we data om te beslissen. Erik Duval heeft daar eigenlijk een mooie definitie, vind ik, van gemaakt. En
En dat is Learning Analytics is about confronting people with their progress on their own goals. Dus het is heel erg gericht op de student zelf, om die te confronteren met zijn eigen leerdoelen en hoe ver die daarin staat. Dat zie je op dit moment al in die MOOCs. Daar heb je allemaal zo'n dashboard en zie je hoe ver je bent, welke huiswerkopdrachten je hebt ingeleverd. Nou, dat is al een eerste stap ervan. Als je dat in Blackboard zit er ook wel zoiets, maar heeft het een veel minder prominente rol dan het al in de MOOCs heeft. En dan zie je al de ontwikkeling hier naartoe en dat zal nog veel meer gaan. Ik zag ook vandaag bijvoorbeeld weer zo'n tweet van mensen langskomen. Ja, ik mis eigenlijk de e-mails om me te motiveren om weer naar een MOOC toe te gaan. Dat was dan over de UvA MOOC, zag ik dat langskomen. Nou, dat is zo'n typisch geval. Dat zijn nou dingen die je met Learning Analytics kan doen. Je kan zien hoe lang geleden heeft iemand voor het laatst ingelogd. En als hij dat een week niet heeft gedaan, zou je niet weer eens gaan kijken in de cursus? Zo simpel kan het zijn. Learning Analytics is juist heel erg. Je kan er hele ingewikkelde dingen van maken. Maar het zijn vaak de hele kleine dingetjes die al studenten al een heel stuk helpen. Eigenlijk achter Learning Analytics zitten. Ja, een beetje drie trends zeg maar, die je ziet. Eén is gewoon de hele big data trend die je binnen de ICT ziet. En de mogelijkheden om zulke grote hoeveelheden ongeordende data om die te analyseren. Daar worden heel veel vooruitgang, heel veel onderzoekers. Daar zijn bij ons ook onderzoekers mee bezig. De andere is gewoon de trend van online onderwijs. En dat betekent alles wat we online doen kunnen we vastleggen. Dat is veel makkelijker vastleggen dan wat je in een klaslokaal doet. Als jij een standaard Blackboard-omgeving of een Sakai-omgeving, elke klik wordt al vastgelegd. Dat kan je gaan analyseren en daar kan je eens mee kijken wat gebeurt er. En er is heel erg veel aandacht voor studierendement in Nederland. En wat we zien is dat met Learning Analytics kan je, je kan eigenlijk al veel eerder moment in een cursus kan jij student beïnvloeden om meer te gaan studeren, waar ze hun best te doen. En dus daarmee het studierendement verhogen. Dus het vermindert uitvallers en zulke soort zaken. Als je kijkt naar de verschillende stappen in Learning Analytics, dan gaat het om capture, report, predict, act en refine. En het is dus Learning Analytics is niet een eenmalig iets. Je moet continu dat verbeteren, want elke keer krijg je weer nieuwe data en kan je het verder verfijnen. En dat is denk ik is ook wel een van de moeilijke dingen die ik merk bij ons ook in de organisatie. We willen dat als een project aanvliegen, maar het is niet een vaststaand doel wat je gaat bereiken. Nee, het is een proces wat je ingaat. Je gaat kijken naar de data, hoe kunnen we het verbeteren en zo ga je die cyclus door. En dat zal een aantal keren zijn en zo kan je dat steeds meer verder doen. Als je kijkt naar het bekende voorbeeld hier is het Signals project van Purdue University in Amerika. En die zeggen ook, begin zo snel mogelijk met de eerste stapjes. En ze hebben elk jaar doen ze een stapje beter en maken het steeds beter. Zij werken heel simpel met stoplichtmethode. Een student ziet een groen licht als het goed is, een rood licht als het slecht is, een oranje. Maar er zitten helemaal ingewikkelde dingen achter. Dat is wel hoe je het presenteert aan studenten. Nou, als we dit gaan toepassen op MOOCs, wat is een MOOC? Ik vond deze wel een hele goeie. Teaching a course in a stadium. Dat is even de grote en dat betekent dat je niet met kleine handbewegingen, die kan iedereen die bovenin het stadion ziet, kan die niet zien. Dat is een beetje waar je moet heel goed nadenken, wat doe je op het veld, zodat iedereen daar dat ziet en daar kan verbeteren. Interessant is wat ze zeggen is flipping the funnel, de trechter. Traditioneel, zeker Amerikaans onderwijs, heel veel mensen melden zich aan voor de grote universiteiten. Maar uiteindelijk kan maar een hele kleine groep kan een cursus doen. Wat je eigenlijk met de MOOCs doet, je laat iedereen toe naar tot de MOOC. En uiteindelijk haalt maar een klein gedeelte de eindstreep. Als je dat ziet, de getallen. Dit is dan van MITx een cursus. 154.000 studenten die zich geregistreerd hebben.
26.000 hebben de eerste huiswerkopdracht gedaan. 10.000 hebben het tot de midterm gehaald. 9.000 hebben uiteindelijk de midterm gehaald. En 8.000 hebben de final gemaakt. En uiteindelijk hebben we zo 7.000 studenten de eindstreep gehaald. 7.000 is nog steeds heel veel meer dan er in normale onderwijs aan studenten in een vak zitten. Dus ja, ik heb zelf altijd zo van, ja, dat er zoveel uitval is, geen probleem. En ik moet een beetje opschieten, zie ik. Als we nu, even kijken. Hier zie je het eigenlijk het verloop een beetje andere. Deze komt van Charles Severance, van zijn presentatie op de Surf Onderwijsdagen. Nou, je ziet hier het verloop van hoeveel kijkers er waren. Nou, bij de quiz in de week 2 heeft hij een fout gemaakt. Hij had een iets te moeilijke opdracht gemaakt en daardoor haakten mensen af. En dat heeft hij weer later weer gecorrigeerd. Maar dat zie je wat voor invloed dat heeft en hoeveel inzicht dat al geeft door het even in een grafiekje te zetten. Dat is wat je mee kan doen. En als we dat verder kijken, nou, voor docenten heel erg, doordat er zulke grote aantallen zijn, zie je heel snel, er zit een probleem ergens in mijn content. Mensen haken af op een bepaald moment, snappen iets niet, je krijgt er veel vragen over. Door die grote aantallen weet je heel snel, hey, hier zit een fout. Als jij een normale klas hebt met 20 studenten, nou, soms ziet één student het. Maar ja, hier heb je met 100.000 studenten te maken, ja, dan is de kans een stuk groter dat mensen dat zien. En ook heel erg het kunnen bijhouden van welke studenten volgen het nog en welke staan op het moment om uit te vallen. Daar weten we eigenlijk heel weinig van en dat zie je hier heel duidelijk. Maar ook voor de studenten zelf kan het helpen, de Learning Analytics, die moet hier doorgaan. Het filteren van webcontent, een van bijvoorbeeld wat ik heel erg zie in bijvoorbeeld de discussiefora. Hè. Er zijn hele grote, heel veel mensen die daar discussiefora discussies gaan voeren. En hoe hou je daar het overzicht? Je kan niet alles lezen. Maar het is heel eenvoudig, je kan dingen raten. En de best gerate dingen komen naar boven en die zie je. En daardoor komt de beste content komt er weer naar boven. Dat zijn hele kleine voorbeelden hoe ze dat doen. Het helpt ook om support te kunnen leveren. Dus als een student zich meldt van een probleem, jij kan precies zien wat hij heeft gedaan en hoe hij door de cursus heen is gegaan. Ja, je kan dus ook connecten met studenten die vergelijkbaar aan jou zijn. Dus dat kan zijn uit hetzelfde gebied, maar ook dezelfde achtergrond en zulke soort dingen. En daar kunnen allemaal matches op gedaan worden. Die matches die doet Coursera voor naar het bedrijfsleven toe. Maar die kunnen ook naar studenten naar elkaar worden gedaan om om te matchen op elkaar en elkaar beter te maken. Het kan guidance bieden om door een cursus heen te gaan. Maar in de MOOCs is er wel een duidelijk verschil met het gewone onderwijs. Wat Robert ook al zei, is van... niet iedereen die uitvalt is een failure. Het is vaak een eigen keuze of je ermee stopt of niet. En ondanks dat jij voortijdig stopt, kan jij nog steeds jouw leerdoelen die je voor jezelf hebt gesteld gehaald hebben. En een andere is dat de rate of dropout is in MOOCs echt significant veel groter dan in formeel onderwijs. Ik bedoel, ik kom van de TU Delft en onze dropout rates zijn al vrij hoog, maar aan de MOOCs kunnen wij niet tippen qua dropout. Daar zitten wel duidelijke verschillen. Als we kijken naar het onderwijs, dit zal wel een bekend figuurtje zijn, hoop ik, voor de meeste mensen hier. Het gaat als een content, student en een teacher en de interactie daartussen. En niet al die interactie die schaalt even goed. Deep and meaningful formal learning occurs if one of the interactions is at a high level. En de kunst is om in je MOOC in ieder geval één van die drie dus goed op orde te hebben. Als we dan verder gaan kijken.
Heb ik hier mooie plaatjes van iemand anders. Dan zie je dat veel de universiteiten die nu, de grote universiteiten, hebben vaak heel, zullen we maar zeggen, standaard cursussen. En die zitten hier in trivial courses. Het is eigenlijk heel weinig moeite om die naar een MOOC toe te zetten. Omdat er weinig interactie is, weinig nieuw is. Als jij al veel meer een intense cursus doet, dan is het alweer veel meer moeite om dat te doen. Dus ook jouw bestaande cursus daar naartoe brengen is gewoon heel veel werk. In één keer hier naar boven te gaan, dat is een grote uitdaging. Dus het is heel makkelijk om een standaard klassikale les, om die naar een MOOC te brengen. Dat is weinig werk. Daar zit niet een uitdaging. Daarom zijn de meeste MOOCs ook in die vorm. Want dat is makkelijk en snel. Als we nu kijken naar, naar tutoring, dus naar de grote ten opzichte van de begeleiding. Dan geldt eigenlijk ook hetzelfde. Deze cursus heel makkelijk om dat te doen, omdat er heel weinig begeleiding is. En in intense cursus is het veel meer. En het idee is dat met Learning Analytics je deze cursus zo kan doen en met Learning Analytics hier omhoog kan krijgen. Ik heb dat nog niet in de praktijk kunnen doen. En ook nog niet veel gezien. Maar dat is wel het concept waar bijvoorbeeld een edX, maar ook Coursera en zulke dingen naartoe werken. Dus hoe kunnen we eigenlijk met die Learning Analytics van een standaard cursus toch een hele intensieve en hele rijke cursus gaan maken qua begeleiding en lage uitval. Als we dat dan hier zie je dat. Je zit nu het niveau dat je hier die intelligent tutoring systemen al ziet. Hier automatisch nakijken van tentamenvragen, zulke soort dingen. En het idee is dat we het hier verder omhoog kunnen krijgen. Om meer interventions te krijgen, zodat studenten, dat er minder mensen uitvallen, het vak beter halen. En enkele voorbeelden. Ja, dat is gewoon wat ik heb uit de lijst heb gehaald. Voorbeelden van hoe je dat, waar je aan kan denken. Dat zijn van technisch hele simpele tot meer geavanceerde, zoals facial expression recognition. En zo zijn er allerlei verschillende. En gezien de tijd moet ik door. En eigenlijk waar we daarmee kunnen komen met Learning Analytics is, zoals het wordt genoemd, de Massive Personalized Online Open Course. Mooie term, hè? De afkorting is niet handig, maar... nu moet ik afronden. Mijn presentatie staat straks op SlideShare en ik ben te volgen op mijn eigen account of het Delft X-account. Vragen? Ik zie al een hand omhoog. Martijn, ga eens lopen. Willem, volgens mij alle data die opgeslagen zijn in de Verenigde Staten, die vallen onder de Patriot Act. Welke deal heeft de TU Delft gesloten met de CIA om dat te voorkomen dat onze data van onze studenten in verkeerde handen vallen? Wij hebben daar niet een specifieke deal mee gesloten. Er staat wel heel specifiek in, wij eigenaar zijn van die data. Ik ben me bewust van die Patriot Act. En wij hebben daar niet een oplossing voor. Maar dat geldt niet alleen maar voor de MOOCs. Dus niet, ik weet dat ook de Google en als je de Microsoft mail en zulke dingen gebruikt, is hetzelfde probleem. Dus wij hadden zoiets van, we gaan daar niet op wachten om dat op te lossen. Maar uiteindelijk kunnen we natuurlijk, omdat het platform open source is, uiteindelijk denk ik dat we toegaan dat we het platform gewoon lokaal gaan installeren. En dan hebben we dat probleem opgelost. Ik zag er achterin een... De winkel Erasmus Universiteit. Drie slides terug, voor mij een hele interessante slide als het gaat over het verhogen van kwaliteit onderwijs. Middels Learning Analytics, de combinatie Learning Analytics MOOCs. En vanaf deze slide moest ik terugdenken over... Of nog één slide terug is het. Die simpele cursussen doorsteken naar MOOCs. En dan over de digitale band de kwaliteit cursussen verhogen. De startpunt van deze verantwoording is het verhogen van fysiek, campusgebaseerd onderwijs. Op welke manier zou deze opwaartse drift in kwaliteit digitaal onderwijs
het fysieke onderwijs kunnen verbeteren? Wat ik zie is dat alle content en de meeste materialen die wij in onze MOOC gaan gebruiken, gaan we ook voor ons campusonderwijs gebruiken. Daarmee kunnen wij, hebben wij straks, omdat we in die MOOCs gaan we eigenlijk die content en de quizvragen en zulke dingen, kunnen wij optimaliseren. En daarmee ook voor ons campusonderwijs gaan aanbieden. Verder zie ik heel erg het concept van Flip the Classroom heel erg mooi aansluiten bij alle filmpjes en zulke dingen die in die MOOCs worden gebruikt. Waardoor je dus de tijd in de les veel meer kan besteden aan het begrijpen, discussiëren en interactie met de student over de content. En niet meer eigenlijk hoeft te vertellen over de kennisoverdracht hoeft plaats te vinden. Mag ik daar nog even op reageren? Mirjam Winkelmolen van Avans Hogeschool. Als het gaat om videomateriaal in zo'n MOOC plaatsen, als je dat als onderdeel hebt. Binnen een project wat wij bij Avans Hogeschool hebben, is een docent aan de slag gaan met screencast. Nou, dat is niet zo heel vernieuwend. Maar kan je iets harder praten? Want dan kan je niet. Ja, sorry, mijn stem is een beetje slecht vandaag. Er is een docent aan de slag gaan met screencast over complexe milieukundige vraagstukken. En hij zegt van nou, wat ik normaal gesproken in een half uur wil vertellen, moet ik nu in 12 minuten of minder vertellen. En dat helpt mij om mijn onderwijs te verbeteren. Dus ja. Dat kan daar een gevolg van zijn. Ja, die ervaringen heb ik ook. We hebben een paar keer wat video's gemaakt. En je merkt dat een docent die echt goed de stof beheerst, die heeft geen enkel probleem mee om een video in 10 minuten te maken waarin hij echt de kern van zijn vak uitlegt. Of van zijn college. Terwijl een docent die veel minder diep in die stof zit, die heeft daar veel meer moeite mee. Want die weet zelf eigenlijk niet zo goed, niet helemaal precies wat zit nou de kern. En dan merk je dus ook dat de ene docent daar toch beter is dan de andere. En dat is voor zo'n docent erg leerzaam. Oké, gezien de tijd zou ik het hierbij willen laten. En zou ik het woord willen geven aan de laatste spreker van vandaag. Nadat iedereen natuurlijk een applaus voor Willem heeft.